Mijn naam is Matthew Vennerst. Ik ben 22 jaar. Voor mijn afstudeeropdracht heb ik bij de Buurtcampus Oost gewerkt aan een kennisdeler, genaamd de Groendag. De bedoeling was van die Groendag om actoren, gemeente, buurtbewoners en andere belangrijke organisaties die zich verdiepen in verduurzaming bij elkaar te brengen om samen kennis op te doen over vergroening ter bevordering van biodiversiteit. Op het moment dat al die buurtbewoners zeg maar, naar zo'n dag komen, zie je dan wel echt dat stukje gemeenschap tussen buurtbewoners. En dat was een beeld dat ik eigenlijk niet had over zeg maar, de grote stad Amsterdam-Oost. Bij de HVA merkte ik al gauw dat als je een opdracht krijgt, hebben ze al een opdrachtgever voor je uitgekozen. Zijn alle verplichte momenten al vastgesteld waarop de opdrachtgever komt, wat gaat vertellen. Maar nu moet ik zeg maar, vanuit mijn positie zelf die mensen gaan benaderen. En dat vond ik wel een skill die je daar op school echt niet gaat krijgen en hierachter achter mij wel. Ja, het is aan mij om die Groendag succes te laten komen. En ik vond het wel een leuke ervaring om te zien dat zelfs op plekken waar ik nog niet ben geweest, met mensen die ik voor mij nog nooit eerder heb gesproken, was er al een besef van dat het er aan was. En kreeg ik daar heel veel, nou ook nog leuke respons van terug. Dat ze het leuk vonden dat ik daar tijd en aandacht aan besteed voor Amsterdam-Oost, voor de buurtbewoners. Ik denk dat ik daarin, of nou ja, ik op de Groendag en iedereen die ermee heeft geholpen wel een belangrijke rol heeft gespeeld.